Goedenavond, dit is het COVID-19-journaal. Saramaka telt nu 14 active cases van COVID-19. Er is hier sprake van een familiecluster in Yarikaba, ofwel leden van één familie die allemaal aanwezig waren op een uitvaart en klaarblijkelijk zo in contact met het virus gekomen zijn. Districtscommissaris Sherin Bansi Durga geeft de garantie dat de zaak onder controle is en met verscherpte controle van de politie geen samenscholing plaatsvindt en dat winkels in dit woongebied eerder sluiten. Zoals de minister al heeft aangegeven, is er een uitbraak in Saramaka en het gaat om het resort Yarikaba. Er zijn daar voor nu 14 active cases. Zoals meneer Ori dat heeft aangegeven, gaat het om een familiecluster. Het zijn allemaal mensen die dan deel hebben uitgemaakt van zo'n crematie en uitvaart. Dat is in het kort wat de situatie is van Saramaka momenteel. Dit bericht heb ik dan vanuit BOG zaterdag te horen gekregen. En daarna heb ik dan samen met de plaatselijke politie, de GPC en de resortcommandant dan de maatregelen verscherpt in dat resort. En de verscherpte maatregelen voor nu zijn dan tot nader orde geen samenscholing. Winkels, de openingstijden hebben we dan weer teruggebracht tot 7 uur. De politie heeft dan ook bekendgemaakt om conform de wet op te treden en te bekeuren als men zich niet houdt aan de COVID-maatregelen. Dus dat voor nu, in het kort, de situatie van Saramaka. Dit is een slide van Saramaka, want we hebben en vooral in het weekend een aantal positieve cases daar gehad. We zien dat we in Saramaka een aantal keren pieken hebben gehad. Er zijn uitbraken geweest in bepaalde gebieden. Nu hebben we weer een uitbraak daar. En eigenlijk is het meer gebonden aan families. En wat we altijd zeggen dat mensen, als ze bij elkaar komen, vooral als er een sterfgeval is, dan heb je de uitvaart en dat bij uitvaart eigenlijk ook in het binnenland hebben we gezien dat die momenten eigenlijk een mass spreading event worden en dan krijg je een heleboel cases. We zien dat ook nu in Saramaka gebeuren. We gaan naar de volgende slide en dit is een slide van een aantal cases die zijn getest door het Mongra Medisch Centrum, Nikeri. U weet dat Apura ook onder MMC valt en ook een aantal dorpen. We zien dat een groot aantal personen van Apura positief zijn getest. 66. Er zijn nog actieve cases daar. Dus we hebben de laatste dagen wel geen positieve gehad. We moeten even kijken na een week wat de situatie is van Apura. Volgende slide zijn die spotmaps. Het verschil met de vorige spotmaps zijn dat wat je hier ziet wat donker is, donker geeft aan dat er ongeveer 6 cases daar zijn. En die spotmaps van een paar maanden terug hadden we dan daar met tientallen cases te maken. Een donkere plek hier, omdat we minder cases hebben, we hebben minder dan 20 cases per dag, dan zie je dat die spotmaps die donkere plekken gewoon voor ongeveer 6 cases. Dit is een kaart van de cases vanaf 20 september tot 4 oktober. Wat opvalt hierbij is dat we eigenlijk als we kijken in het oosten, Mongo Albina, zien we dat we in de laatste bijna ietsje meer dan twee weken geen cases hebben gehad. Maar in principe hebben wij nu in alle districten cases gehad. In een vorige aflevering hadden wij u ook al het statement van minister Ramadien gebracht over mogelijk besmettingsgevaar bij de pinautomaat. Op de COVID-19 persconferentie ging onze gezondheidsminister hier wat nader op in. Met betrekking tot de vraag van u, van de mededeling die ik heb gedaan omtrent de besmetting via pinautomaat, laat mij dit correct stellen. En inderdaad heb ik de verhalen zien rondgaan en de kritieken op die bewuste dag ook gezien. Het moet bekend zijn dat op geen enkel moment ik heb gezegd dat de besmetting via een pinautomaat heeft plaatsgevonden. Ik denk dat we met z'n allen eens zijn dat dat niet kan.
Dat is ook nooit ergens gevonden dat er met pinautomaat iemand besmet. Maar het is, zijn de processen en de procedures die iemand hanteert. In ieder geval besmetting via een besmet oppervlak, wat ik heb willen aanhalen. En dat kan natuurlijk ook overal, ook waar u zit. Als u op de tafel uw hand zet en het is besmet en u dan naar uw mond of neus of ogen uw handen toebrengt, dan is er een mogelijke kans op besmetting als op de oppervlak ook levende virussen aanwezig zijn. Dus wat ik heb willen benadrukken is dat wij eigenlijk sinds het begin van COVID-19 dit over het hoofd hebben gezien, om het zo te zeggen, dat wij de mensen oproepen dat er daar een mogelijke besmettingsplek is als daar verschillende mensen langslopen en hoesten of niezen op de automaat. En in korte tijd, stel dat het virus nog aanwezig is op de knopjes en iemand maakt daar gebruik van in korte tijd, dat er mogelijk ook besmetting kan plaatsvinden op die manier. Vandaar mijn oproep aan de gemeenschap om bij het gebruik van een pinautomaat een handschoen te hanteren, gebruiken. En ook nog een sanitizer om daarna en daarvoor, voor je gebruik maakt, de maatregelen als handen wassen of hand sanitizer toe te passen. Vanuit de kant van de media werd om meer duidelijkheid gevraagd over hoe de verplichte zelfquarantaine in de praktijk werkt. Om te voorkomen dat personen die het land binnenkomen met een COVID-19-infectie de ziekte verder verspreiden, is nu door de autoriteiten een verplichte hotelboeking van kracht of thuisquarantaine tegen vergoeding. De 5000 SRD, kijk, en dan ga ik gelijk aan de vraag van mevrouw Van Times omtrent thuisquarantaine, denk ik, en als het verstandig is om nog mensen te brengen, beantwoorden. 5000 SRD, het wordt zo naar voren gebracht alsof de mensen moeten betalen om in hun eigen huis te blijven. Laten we dit erop stellen. We hebben de vorige week aangekondigd dat wij huiverig zijn met betrekking tot de situatie in Nederland. En dat komt simpelweg vanwege de drastische toename van het aantal infectiegevallen. Met name ook uit gebieden, zoals is aangehaald, waar veel Surinamers wonen. En veel mensen uit van Surinaamse komaf wonen. En vandaar dat wij voorwaarden hebben gesteld aan de terugkomst of de komst naar Suriname. We hebben geen vluchten verboden, omdat u weet dat dat praktisch onmogelijk is met Nederland te doen. Omdat we weten dat iedereen wel eens in een situatie kan komen waar u dringend naar uw familie moet of er zakelijke belangen zijn. Maar zo ook naar de rest van de wereld. Maar u weet dat de grootste groep personen in Suriname belangen hebben en familie hebben in Nederland. Dus we kijken met een vergrootglas naar die situatie en hebben gezegd, we gaan mensen brengen naar Suriname en we gaan vluchten toestaan naar Suriname onder voorwaarden. De PCR-test, de verzekering en een boeking. Een boeking in een hotel die is aangewezen door de Shata. De Shata is een vertegenwoordiger in goed overleg. En dat hebben wij gedaan om het risico van import van COVID te verkleinen. En ik denk niet dat er gesteld kan worden dat wij risico's nemen en onverantwoorde risico's nemen, want als u kijkt naar die maatregelen gaat u zien dat wij op elk traject, het traject van binnenkomen, dat wij trachten zo snel mogelijk de mensen die eventueel ook positief zouden zijn, en dat die vraag is gesteld, hoe kan iemand dan positief zijn, dat kan dokter Ori zo meteen uitleggen. Maar dat we hebben getracht met die maatregelen en die voorwaarden de gezondheid, de volksgezondheid van Surinamers te waarborgen en te beschermen. Wat we hebben gehad met de vlucht van vandaag, die inmiddels waarschijnlijk al gearriveerd is, is dat we gisteren een passagierslijst toegezonden kregen vanuit de luchtvaartmaatschappij, waarbij gevraagd werd af te wijken van de voorwaarden in die zin van omdat er slechts 10 personen op de vlucht een boeking hadden voor een hotel. En de voorwaarde was, zoals ik eerder heb gezegd, een boeking in een hotel of thuisquarantaine na adequate inspectie van het BOG
Want als u een thuisquarantaine wil doen, moeten we er zeker van zijn dat er geen andere mensen in die woning woonachtig zijn. We moeten er zeker van zijn dat er iemand is in uw familie of in uw vriendenkring die voor voeding kan zorgen voor u. Althans de levensmiddelen kan voor u kan brengen en de noodzakelijke zaken. En wat wij zagen met name, en dat mag, kan dokter Ori bevestigen ook zo meteen, is dat wij vorige week, vanwege het feit dat wij als het ware snel moesten handelen, gezien de situatie in Nederland, thuisquarantaine reeds hadden toegestaan. We hebben reeds thuisquarantaine toegestaan in goed vertrouwen. We hebben de mensen gevraagd, er is een quarantainewet, gaat u in uw eigen quarantaine en voorkom verdere besmetting door uzelf te plaatsen in quarantaine. En ik ga u 3 concrete gevallen geven. Een meneer komt vorige week dinsdag aan in Suriname en donderdag zit hij in de wachtkamer van zijn dokter. Ja, hij heeft medische hulp nodig. Dus hij gaat uit huis met alle risico's. Dezelfde familie waar de DC van Saramaka naar refereert, zijn familieleden gesignaleerd en geconstateerd dat zij de zondagse markt hebben bezocht. Afgelopen zondag. Moeten wij als volksgezondheid en als regering geen maatregelen treffen vanwege het feit dat dezelfde mensen ons vertrouwen geschaad hebben? En dan wil ik niet generaliseren, maar dan moet ik als overheid en als verantwoordelijke persoon, minister, wel een maatregel nemen die helaas voor ieder geldt, maar voor het nationaal belang wel heel belangrijk is. Met name dat wij de mensen 2 alternatieven hebben gegeven. 1 is nog steeds uw boeking te doen. De mensen zijn vanaf gistermiddag gebeld. Ik ben continu in overleg geweest met de directeur van SLM. De mensen zijn continu gebeld om nog steeds hun boeking te doen, anders kunnen ze niet afreizen naar Suriname. Nadat er een tweede alternatief was, er is een mogelijkheid dat u in uw huis gaat. Maar de overheid heeft besloten dat u beveiligd gaat worden. En de beveiliging is niet om uw veiligheid, maar dat wij ervan zeker zijn als overheid, en dat zijn beveiligingsbedrijven die getraind zijn in quarantainebewaking, en dat de mensen in ieder geval ervoor moeten zorgen dat deze mensen niet uit hun huis gaan, maar ook niet de kosten maken in een hotel. En daar is er natuurlijk een kostenplaatje aan verbonden. Waarschijnlijk zijn we beter gewend onder de vorige regering. We hadden de mensen in quarantaine geplaatst, er werd ook bewaking voor ze geregeld. Niemand maakte zich zorgen. Intussen liepen de schulden op. Er is nergens rapportage te vinden over een schriftelijke afspraak. En nu krijgen we rekeningen van bewakingsbedrijven. Die lopen in de bedragen van 800.000, 900.000 SRD. Die zijn nog steeds niet betaald. Wij hebben gezegd, de mensen wisten dat het luchtruim gesloten was. Ze komen terug. Er zijn veranderde situaties. Helaas is dat nou eenmaal zo met COVID-19. Het is duidelijk doorgecommuniceerd sinds de vorige week dat de maatregelen, de voorwaarden zullen komen. En dat wij in ieder geval de volksgezondheid, de mensen moeten beschermen in Suriname. En dit bedrag van 5.000 heeft te maken met het feit dat de mensen die hebben gekozen voor die optie, het bedrag van 5.000 betalen aan een bewakingsbedrijf en niet aan de overheid. Dit is wat ik kan zeggen over het feit dat wij deze ontwikkeling nu zien. En dat wij dat natuurlijk jammer vinden. Dat deze kosten op het bord komen van de mensen. Ik wil dat van quarantaine toevoegen dat dit wat wij doen met passagiers uit Nederland, dit is al weken dat gebeurt voor passagiers uit Belém en Miami. Er is nooit zoveel lawaai gemaakt daarover. Het is niet nieuw, dus het is al weken gaande, zo zelf langer dan een maand, dat iedereen die uit Belém komt of Miami in quarantaine gaat op dezelfde manier. Dat hebben we al, dezelfde manier. En er is nooit lawaai gemaakt daarover, maar nu, op eigen kosten, alles betalen ze zelf. Over de vraag van een Nederlander die, er is van een persoon uit Nederland positief getest, er is iemand tegengekomen vrijdag, die donderdag eigenlijk een negatieve PCR-test had, en die persoon is dan positief getest in Suriname, maar het was na 72 uur. En daarom zeggen we tot
maximaal 72 uur. En het is niet vanaf het moment dat je het resultaat kreeg, maar vanaf het moment dat je swab wordt afgenomen. Daarop moet ook gelet worden. En daarom zetten we de mensen, al komen ze met een negatief PCR-resultaat, in quarantaine. Omdat de incubatieperiode niet 3 dagen is, het is nog langer. Vandaar. Dat van Apura, dat het afgesloten en cases. Kijk, Apura heeft een outbreak gehad. We hebben op een gegeven moment een heleboel cases gehad en toen is Apura afgesloten. Dus er waren al positieve cases. Wat wij nu zien wel, we zien minder cases. We hebben een aantal dagen al geen positieve cases te melden. Hopelijk blijft het zo. Als de mensen zich houden aan de regels, dan ga je geen nieuwe cases meer krijgen. Dit was het weer voor deze aflevering van het COVID-19-journaal. Natuurlijk, u heeft het allemaal gehoord over de zelfquarantaine, maar het komt nog steeds voor dat mensen die een bandje om hebben, toch uit huis gaan en zich begeven naar winkels of zelfs naar de markt. Mocht u zo iemand tegenkomen met een bandje, bel kliklijn 105 en geef het gewoon door, zodat de autoriteiten erop af kunnen gaan. Voor nu wil ik willen zeggen een fijne avond verder en tot morgen.